Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, ik heb van de week, afgelopen zondag, ik heb al een tijdje niet gevlogd. Ik was even druk bezig met andere dingen en zo. En ik had niet zo zin om te vloggen. Dus ik denk, ik ga weer eens even een vlog opnemen. Want ik heb zondag, dat was de dag na de Efteling, daar gaan we het eigenlijk ook nog even over hebben. Hoe is het geweest? Het eerste pleinenfestijn. Jullie hebben al een klein beetje gehoord hoe het was. Het was geweldig. En, kijk eens even. Die was ik ook kwijt. Ik heb mijn nieuwe uitshirt wezen halen. Nieuwe uitshirt van Feyenoord van aankomend seizoen. Hij is blauw met een streepjespatroon. En op de biezen is het aan de ene kant rood en op de andere mouw is het wit. En ik ben mijn shirt wezen halen zondag. Was de bedoeling om dat te vloggen, maar ik was mijn camera vergeten. En was een beetje druk. Dus is er niet van gekomen. Nou, in ieder geval heb ik ook de nieuwe seizoenskaart heb ik voor aankomend seizoen. Dus nieuwe seizoen 2018-2019 zal ik weer in de Kuip zitten en kunnen jullie elke thuiswedstrijd een vlog verwachten van mij in de Kuip, een wedstrijd vlog van Feyenoord. Dus ik ben er weer, aankomend seizoen ben ik er weer bij met mijn cameraatje. En ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in het nieuwe voetbalseizoen. Dat is in ieder geval de seizoenskaart. Die is in ieder geval weer binnen. En ik ben zondag ben ik mijn nieuwe uitshirt wezen halen. Dit is hem. Ik zal hem even laten zien. Kijk. Dit is hem. Keurend. Hij is dus blauw met een streepjespatroon. En keurend er dus natuurlijk op. En dan de biezen zijn dus op de schouders. De ene rood, de andere wit. Ik vind hem eindelijk weer eens mooi. Ik vond hem de afgelopen twee seizoenen, ja, vond ik hem slecht. Vond ik hem niet echt mooi. Nu is er eindelijk dit jaar weer eens een mooi patroontje. En echt een shirt dat ik zeg van ja, die wil ik wel kopen. Dat is echt een tijd geleden dat ik dat had. Want we zijn de afgelopen twee seizoenen zijn we nou niet echt verwend qua mooie uitshirtjes. Maar ik vond dit wel heel erg mooi. Ook die rode en witte bies op de schouder. Dat vond ik al echt ontzettend mooi. Dus dat is het nieuwe uitshirt. Ben ik bezig halen. En ik heb op de achterkant, trouwens ook schandalig, €20 voor je t-shirt te laten bedrukken. Hoe verzinnen ze het? Feyenoord, schaam je diep. Ik heb gewoon €20 extra moeten betalen. Kijk, ik heb op de achterkant heb ik dus ook weer mijn naam laten doen. En ik heb natuurlijk weer het rugnummer van het legioen. Het enige echte rugnummer van het legioen, nummer 12. En dit vind ik altijd wel heel erg mooi. Vind ik dat altijd. Dat het clublogo in de cijfers zitten. Dus dat is in ieder geval mijn nieuwe uitshirtje. Nou, ik ben er echt hartstikke blij mee. Fantastisch. Ik ben er echt gelukkig mee. En jullie zullen me in dat shirt, zullen jullie me vaak vinden als ik weer naar de wedstrijden van Feyenoord ga. Dus ook aankomende seizoen kan je weer vloggen van mij verwachten van de wedstrijden van Feyenoord. Natuurlijk samen met Ramonski. Ik ga natuurlijk weer met Ramonski naar de Kuip. Dus die zullen jullie ook weer heel vaak dan in een vlog zien. Hoe was de Efteling? Een zaterdag top. Echt geweldig. Het is jammer dat ik dit weekend niet kan. Ik moet natuurlijk zondag ga ik overwerken. Natuurlijk niet, want jullie wisten dat nog helemaal niet. Voor de uurtjes kan ik prima gebruiken.
En zondag is gewoon lekker 200%. Dus als ik op mijn werk zondag werk, dan... Zo. Echt een vervelende nieuws. Zo. Ja, ik ben verkouden. En, ja, ik... hoe heet dat? Als ik dus zaterdag of zondag ga werken... Zie ik, ben alweer gelijk helemaal verslag. Dan krijg ik gewoon 200%. Dus als ik 4 uurtjes werk, dan heb ik gewoon weer een dag ervoor terug. En als ik 8 uurtjes werk... Dat zal wel niet gebeuren, denk ik, maar... Dan heb je alweer 2 dagen. Dus 2 keer even overwerken en je hebt alweer 2 dagen, heb je het goed. Dus dat is wel lekker. En ik kan die uren natuurlijk goed gebruiken voor naar de Efteling te gaan natuurlijk. Daarvoor wou ik eigenlijk overwerken. Dus dit aankomende weekend geen Efteling voor mij, van, helaas. Maar... niet dit weekend, maar dus volgende week. Dan zit ik wel weer in de Efteling. En dan ga ik weer naar het Negerpleinenfestijn. En ja, Kevin die wil niet. Die wou even een maandje wachten. Die wil volgende maand weer. Ze goed recht. Dus ik ga met iemand anders naar de Efteling. En ja, als ik zeg van ik ga met iemand anders naar de Efteling. Dan weten jullie natuurlijk over wie ik het heb. Dan heb ik het natuurlijk over degene die er afgelopen zaterdag niet bij was. En dat was Ramonski. Juist, ik ga met Ramonski naar de Efteling. Dus ja, ik ben natuurlijk afgelopen zaterdag met Kevin geweest. En aankomend, of niet dit weekend, maar het weekend erop. Dan ben ik weer in de Efteling. Maar dan ben ik met Ramonski in de Efteling. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ramon die baalde echt verschrikkelijk, zeker na het zien, zeker na het zien van de beelden, baalde Ramon als een stekker dat hij de zaterdag niet bij was. Maar ja, dat kan gebeuren. Ja, dus hij wil echt zo snel mogelijk wil die ook een keer naar het Negerpleinenfestijn. Dus nou, aankomend weekend moet ik werken en Ramon die werkt ook over op zondag. Dus daar hebben we niet zoveel tijd. En we hebben dus afgesproken voor volgende week in het weekend. Wanneer weet ik nog niet. Of dat het op een zaterdag of op een zondag is of op een vrijdag, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog even kijken. Maar in ieder geval zitten we volgende week dus weer in de Efteling. Niet aankomend weekend, maar de weekend erop. Nou, hoe was voor mij eigenlijk het Negerpleinenfestijn? Fantastisch. Ik heb eigenlijk echt genoten. Echt, ik heb echt... ja, ik heb zaterdag wel echt... afgelopen zaterdag... waren echt wel hoogtepunten. Echt super. Echt hele leuke dingen meegemaakt. Bekende YouTubers gezien. Echt hartstikke leuk. En ja, hoe heet die? Natuurlijk Ruben Koet gezien, Koet Live, Melanie was er, de kinderen natuurlijk. Jurgen Vrijlieg van het Negerpleinenfestijn. Hoe heet die ook alweer? OJ Punctueel, hoe kan ik zijn naam anders vergeten? En natuurlijk Jordi Kermis! Die was er ook. Echt super, echt hartstikke leuk. Ik wil ze ook allemaal bedanken. Want het was echt een top dag heb ik gehad afgelopen zaterdag. Geweldig. Ik had het voor geen goud willen missen. En dan ja, dan als afsluiter. De Aquanura Show met Chesto. Echt ongelooflijk. Ik was echt helemaal... ik ben helemaal buiten adem nou. ja, het was echt geweldig. Jeetje, zeg, ongelooflijk dit zeg. Wat was dat een mooie show. Ik ben niet gauw sprakeloos, maar ik heb er wel echt met dikke vette kippenvel op mijn armen gestaan. Chesto was echt geweldig. Ik had Symfonie 1 en Symfonie 2 van Aquanura had ik al gezien. Maar ik miste alleen nog nummertje 3. Die met Chesto. Dus even een tijdje ook niet
is ook even een tijdje niet geweest. Ze hebben de hele tijd hebben ze alleen maar Symfonie 1 en 2 gedraaid, omdat er nogal problemen waren. Dat als ze Symfonie 3 met Chesto deden, dat de geluidsoverlast was van de omwonenden van de Efteling op de Europalaan. Waren nogal geluidsoverlast dingen waren er. Dus, maar eindelijk, hij was er, ja, afgelopen zaterdag toen ik er was, was Chesto er weer eindelijk met zijn derde symfonie. Nou, dat was echt geweldig. Nou ja, hij was er zelf niet, het was natuurlijk een bandje, maar het werd eindelijk weer eens een keer in de Efteling gedraaid. Geweldig, super, een super show. Het is ook gelijk mijn favoriet, is het ook gelijk. Het is echt, ja, echt geweldig. Die show van de derde symfonie van Aquanura, dat is echt mijn favoriet. Wauw, wat een show zeg. Ongelooflijk. Dus ja, en voor de rest, ja, gewoon echt een topdag gehad. Echt een topdag gehad. Ik zei het al, Ruben Koet, Jordi Kermis. Ja, gezellig met Kevin. Die shows. De show van... De show op het Steenbokplein, Fata Morgana was ook wel ontzettend leuk. Bij de Carnaval Festival met Jelle ging het echt helemaal los. En ja, het was echt, het was zo ontzettend super. Zeker te weten een aanraaier. Als je nog gaat, ga in het weekend. Ja, het is wat drukker, maar ga in het weekend. Ja, blijf gewoon tot het einde. Als je in het weekend gaat, blijf tot het einde. Want het Negenpleinenfestijn moet je echt meegemaakt hebben. Het is echt super. Echt een aanrader. Nou, ik ga hem weer even neerleggen aan deze kant. Ik ga misschien vanavond nog even een andere vlog opnemen. En dan spreek ik jullie allemaal heel snel weer, jongens. Dit was even een random vlogje tussendoor. Even eventjes... ja, wat ik allemaal gedaan heb de afgelopen week en hoe mijn show in de Efteling was. Nou, het was echt super. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En druk op de notificaties aan. Dan krijg je elke keer een berichtje. Ja, als er weer een nieuwe video of een livestream is, dan word je op de hoogte gehouden. Iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal snel weer. Als het goed is, vanavond ga ik nog wel even een vlogje opnemen. Dan moet ik nog even kijken. In ieder geval de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Paf en abonneren.